In 2011 werden er 300 miljoen niet oplaadbare batterijen verkocht. In de meeste gevallen belanden ze na gebruik bij het restafval of worden ze ingeleverd op een verzamelpunt. Maar wist u dat uw weggegooide batterijen vaak niet helemaal leeg zijn en dat 57,3% van alle weggegooide batterijen nog bruikbaar zijn? Wij zijn Team JNXL uit Zwolle en met de BattyXL halen wij reststroom uit lege batterijen. En zo kunt u uw telefoon gratis opladen, goed voor het milieu en uw bankrekening. Wij zijn begonnen met dit project door contact op te nemen met Stichting Batterij. Na een interessante gastles over de inzameling van batterijen zijn we verder gaan ontwikkelen. Met behulp van een spanningsregelaar en twee condensatoren maken wij van de tot maximaal haalbare 20 volt 5 volt. Precies genoeg om je telefoon op te laden. De BattyXL werkt gemakkelijk. Stel, een batterij uit de klok zijn leeg. In de eerste instantie zou je deze batterijen inleveren of weggooien bij het restafval. Nu kunt u ze gemakkelijk in de batterijhouders van de battie klikken en uw telefoon opladen met de overgebleven stroom van de batterijen. Zijn de batterijen nou geheel leeg, dan gaan de lampjes bij de batterijhouders uit, zodat je ze daarna kan inleveren bij een verzamelpunt. We hebben ons product aan verschillende groepen gepresenteerd en zijn daarna verder gaan ontwikkelen. We kwamen in contact met een student van Industrial Design en bezochten het Deltion College. Toen we terug op school kwamen, schetsten we onze ideeën en kwamen we verdere ontwikkelingen uit bij de Batty 2. Compacter en kleiner, geschikt voor thuisgebruik.